Het is sowieso bespottelijk dat er dit soort homo-haat-flyers op een hele kinderachtige manier wordt verspreid. Weet je, zo stiekem 's nachts in brievenbussen doen. En waar haal je het gore lef vandaan eigenlijk om dat te doen? En ik voel me ook gewoon persoonlijk aangevallen. En ik heb nog wel getwijfeld of ik überhaupt aangifte moest doen. Ook omdat ik het ook las op Facebook. En ik vind Facebook nou niet echt het meest betrouwbare nieuwsplatform wat we hebben in Nederland. Dus ik denk, nou ja, hoeveel van die flyers zijn er dan verdeeld? En ik ken wat mensen in Amsterdam-West, die hadden hem niet gekregen. Dus ik denk, nou ja, weet je, ach. Voor het maakt niet uit. Ik laat het wel los, weet je, prima. Maar toch is er iets in mij gaan knagen. En toen heb ik het nog gelezen en toen dacht ik, weet je, het gaat me niet zozeer om die inhoud, want... Nou, vind ik ook soms een beetje een lachertje, want er staan percentages dat ik denk, nou, ik moest er ook een beetje om gniffelen. Maar het gaat meer om de toon waarop het wordt geschreven, dat ik denk van, nee, wacht eens even. Het maakt niet uit of het nou 5 flyers zijn of 1000. 1 is eigenlijk al te veel. Maar is dit een druppel? Kijk, wij schetsen een situatie dat het steeds intoleranter zou worden in Nederland met betrekking tot homoseksualiteit. Merk jij dat ook? En is dit dan een druppel waardoor je zo tot een aangifte bent overgaan? Of is er iets anders aan de hand? Nee, dit is zeker aan de hand. En het is een opstapeling van dingen. Weet je, de afgelopen 2 dagen zijn natuurlijk ontzettend veel dingen gebeurd. Precies, zijn 2 homo's in elkaar geslagen. Het is dit weekend. Het is een soort van homo in elkaar sla weekend geworden. En ik heb gewoon heel vaak gewoon ook dingen gedacht van, ah ja, pff, ja, weet je, ik laat het los of weet je, we gaan gewoon door. Maar ik kan me nu niet meer zelf recht in de spiegel aankijken en zeggen dat het me niet meer raakt. En daar moet gewoon iets aan veranderen. Mounir, jij schreef een stuk op Facebook. Ik denk dan om je hart te luchten, zo las het, weg. Of was het een andere intentie? Nou kijk, ik lag zondag in bed, opende mijn Facebook en zag dit affiche. Ik heb hem ook in mijn eigen brievenbus gevonden later, maar ik zag het eerst op Facebook. Ik woon in Nieuw-West. En hij raakte me onmiddellijk. En hij raakte me om 2 redenen. Hij raakte mij als gelovige en hij raakte mij als LHBT'er. Zeg maar, het mes sneed aan 2 kanten. Want ik ben een gelovig christen die oprecht vol blijdschap gelooft in God. En tegelijk daarin volledig liefde voelt voor wie ik ben. En dan lees je dus in grote schreeuwende letters dat je de duivel bent. Ja, eigenlijk dat ik de duivel ben. Ja. En ik zat te denken, eerst dacht ik laat dit gaan, omdat ik geen zin heb om aandacht te geven aan haat of woede of wat ook. En toen ging ik slapen en de dag erna zag ik maar die boze reacties op Facebook, zoals jullie ook hebben, heel emotioneel. En dat begrijp ik helemaal, want je wordt gewoon boos als je dit leest. En ik denk dat iedere Nederlandicus ook boos wordt vanwege de taalfouten, maar je wordt gewoon boos als je het leest. En toen dacht ik, maar we gaan dan boosheid met boosheid beantwoorden en haat met haat en zo. En dat is wat je de hele tijd ziet in de Nederlandse samenleving, die extreme polarisatie. En dan wordt er weer, het is een soort loopgravenoorlog. Jij bent boos, ik ben boos. En wat levert het op, die boosheid? Helemaal niks. Dus ik heb nagedacht en toen ben ik ook begonnen letterlijk met ik heb lang nagedacht en dit is wat ik heb te schrijven. En toen heb ik dus een Facebook post geschreven waarin ik heel met korte duidelijke argumenten laat zien hoe religieuzen in naam van God voortdurend denken te moeten zeggen dat homoseksualiteit een gruwel is in Gods ogen. Terwijl daar allereerst heel weinig theologische argumenten voor zijn. Daar heb ik ook even een korte uitleg van gegeven. Ja. Maar vooral dat zij zich eigenlijk schuldig maken aan de enige echte zonde die in de monotheïstische godsdiensten onacceptabel is. Namelijk blasfemie. Dat je op Gods troon gaat staan en namens God gaat spreken. Dat is de enige zonde die onvergeeflijk is. Weet je wat ik ook heb gedaan? Wij doen het onderwerp ook. Hè? En ik praat met jullie 3 over, maar jullie mogen absoluut ook meepraten. Tegelijkertijd dacht ik ook weer even van ja, moet je het misschien wel doen? Want je kan ook zeggen, misschien is het een of andere één idioot met te veel geld voor een kopieerapparaat die je een beetje de stam wil jagen. Nee? Dit is een pamflet, ook al was het er maar 1. Ja. Het is niet 1. En ook, ik word een beetje moe van het steeds meer zeggen, het is een kleine groep. Ook al is het een kleine groep, ze richten heel veel schade aan.